Het zal zo geputst zijn. Ja, hier naar boven. Klaar voor de start. Oh, en ja, nu jump naar beneden en klauwdruk. Goh, belly. Blauw met de A. Luxie, die gaat mee. Hoe vond je het? Is. Ja! Je had hem! Een pakje kaars op. Pop je eien. Goed. Weer naar huis toe. Een hele goede morgen. Wij zijn de Bellinga's, familievloggers. En jawel, wij zitten hier nog steeds in ons boslodge in Recreatiepark Het Zand. Waar we zijn blijven hangen naar de Bellinga Cowboy serie opnames. Door de coronacrisis. En nu zitten we een beetje in dubio. Van ja, het wordt wat paniekeriger. Zwolle wordt paniekeriger. Ixale klinieken bereidt zich voor op de getroffenen. En dit park is natuurlijk nog niet officieel open. Omdat het seizoen gaat pas in april open. Dus het is nog niet echt de opening van het seizoen. Even echt jongens, een dikke shout-out wel naar dit park Het Zand. We zitten hier nu bijna, we zitten hier nu 10 dagen. Ja, we zetten ook even, het is geen betaalde samenwerking hoor. Maar we zetten wel, omdat ze zo lief zijn voor ons en ons zo dit gunnen zeg maar. We willen wel eventjes hun website hieronder zetten. Volgens mij tagt Daniel ze ook op Facebook en zo. Ja, en is het wel, ja, want het is super lief natuurlijk dat wij hier gewoon mogen blijven zitten. Hele fijne schuilplaats. Ja, heel fijn. Ik heb gehoord op jeugdjournaal dat alle patiënten gedeeld worden bij alle ziekenhuizen. Ja, dat klopt. Zwolle markt. Ja, en Zwolle krijgen dus ook, Zwolle krijgt heel veel patiënten ook naar Zwolle toe nu. Met ziekenhuistenten. Met ziekenhuis bij ons. Dus ja, en natuurlijk ook in onze bekende kring zitten dus ook, heeft nu ook dus iemand corona. En dat is best wel heftig om te horen, heb ik gisteren verteld, uitgebreid in de vlog. Dus ik zal nu niet heel verder op ingaan. We gaan gewoon lekker verder met deze leuke vlog. Maar het wordt wel steeds een beetje spannender en enger. En het is nu maandag en dat betekent dat ik weer de gewone schoolroutine van de kinderen ga opnemen. We hebben natuurlijk weekend gehad en ik heb vorige week al 2 dagen thuisschool aan de kinderen gegeven. Ik heb zelf gewoon een programma in elkaar gestempeld waarvan ik denk dat is goed voor Luan en Lucilla. Lucilla zit natuurlijk in groep 1, dus heeft nog niet zo heel veel schoolwerk. Luan in groep 3, daar ben ik iets meer mee aan het lezen, schrijven en dat soort dingen allemaal een beetje aan het bijhouden. Vooral bijhouden vind ik heel erg belangrijk. Maar voordat we echt met onze thuisschool beginnen, gaan we zo eerst even ons aankleden en lekker buiten spelen. Want nu in de speeltuin hier bij ons op het hoekje is het nu nog rustig. En je merkt, naarmate de dag later wordt, gaan de mensen hier in het dorp trekken hier naar deze speeltuin toe om hier te gaan spelen. En dan wordt het hier een stukje drukker. En dan heb ik liever de kinderen hier bij het huisje dat ze hier voorspelen dan dat ze weer in de speeltuin spelen. Om natuurlijk de kinderen wel uit elkaar te houden en 1,5 meter afstand te houden van elkaar. Dus gaan we eerst zo lekker hier buiten spelen nu er nog niemand is. En dan ga ik daarna de kinderen lesgeven. Gaan we mee beginnen. En dan gaan we daarna de kinderen lekker lesgeven hier weer binnen. Kijk, daar heb ik de briefjes al opgehangen van vorige week. Die ga ik straks weer mee verder. En dat is een beetje het programma wat we hier thuis gaan doen. Zo, even goed stofzuigen onder de bank. Ja, het was een beetje stoffig geworden hier, hè? Ja, interessant, hè? Ja, ik doe wel heel veel met een bezem. Maar een stofzuiger is toch nog altijd net even wat handiger. Dat zal ik zien. Papa helpen. Dat zal zo goed zijn. We zullen helpen papa mee met... Kijk, hoe heet het ook weer, Zilla? Je spring. Je hinkenpot weer aan het maken. Dus kunnen we straks ook weer gymnastiek doen met hinkenpotten. Nou, we hebben soms zo even lekker het bosheutje. Helemaal zandvrij. Moesley Pup die zijn beut even de vogeltjes aan het vangen. Heerlijk in het bos. Nou, daar is ons gezellige fijne kleine huisje. En we lopen nu even naar de speeltuin. De speeltuin is daar. En zoals jullie zien is er helemaal niemand nog in de speeltuin. Dat is overigens vanmiddag anders. Want in de middag trekken hier de kinderen van de omgeving die hier in de omgeving wonen. Die trekken allemaal naar de speeltuin toe. En dan heb ik liever niet meer dat Luan en Lucilla en Luxie nog in de speeltuin komen. Om dus die 1,5 meter afstand te houden. En dat je beter even niet bij anderen in de buurt kan komen. Maar nu, kijk, is het nog helemaal stil. Dus om eventjes de kinderen een beetje de energie te laten losgaan. Dat ze nu even lekker buiten kunnen spelen. Nemen we het er nog eventjes van. En dan gaan we straks beginnen met echt de thuisschool, zeg maar. Al moet ik zeggen dat het eigenlijk een soort ochtendgymnastiek is. Ja, kom maar.
Het is wel maandagochtend, dus mama moet hier al een soort van buitengym lesje van maken. Dus vandaag mama, weet je wat we gaan doen? Nee. We gaan een speeltuinrace doen. Mama gaat zo meteen een race uitzetten om allemaal dingetjes hier in de speeltuin. En dan moeten jullie die na gaan doen en dan doen we wie het eerste door de hele speeltuinrace is. Goed? Oké. Ja? Oké, mama gaat eerst eventjes voordoen, ja? Hoe de route is. Ja, hoe de route is. Ga je hierheen? Ga over de glijbaan. Zo. Kom je hier uit, hier overheen. Ja? Dan ren je sprinkers over. Maar we doen het als een samenwedstrijd. Dus het is, jullie moeten als een team samenwerken om deze hele race door de speeltuin te kunnen doorstaan. Goed? Oké, klaar voor. Jij gaat ons helpen met een beetje. Ja, dat is goed. Klaar voor de start? Af! Over de glijbaan. Ja hoor, daar gaan ze. Klimmen naar boven. Ja, en toen? Wat ging mama toen doen? Ja, samen. Eroverheen. Heel goed. Ja, spring en jump. Ja, nu al sprint erachteraan. Op de billen, Osha, op de billen. Op de billen. Ja, op de billen. Goed zo. Even door. Op de schommel, allebei in schommel. 1, 2, spring maar. Goed zo. En doorrennen. Naar het klimrek. Samen over het klimrek. Heel goed. Door de bovenste spijltjes heen. Kijk ze gaan, kijk ze gaan. Ja, eroverheen. Lucilla doet het been er al overheen. Luan heeft wat langere benen. Hartstikke goed. En we klimmen weer naar beneden. Gaat het goed? Gaat het goed? Kijk ze gaan, jongens. Ja hoor. 2 klimaapjes. Eerste klas. En we gaan door naar de glijbaan. Ja. De glijbaan. En ze rennen samen naar boven zo hard ze kunnen. En we wachten beneden even in spanning af. Wie er als eerste uit de glijbaan gaat komen. Wie gaat de timing gaat het zijn? En daar komt Luan. Wow. En een sloepduik op het zand. En daar komt Lucilla. Wow. De snoepduik van Lucilla op het zand. We gaan door klimmen. Luan is er al. We gaan een bergje op klimmen. Helemaal naar boven. Goed zo, Luan. Dat gaat lekker. Lucilla ook. Alsof je limonada gaat klimmen. Ik zeg het nog een keer, van maakt niks uit. Luan, wacht even op je 6. Want we zouden het als een team samen doen, jongeman. We gaan over het bruggetje. Racen over het bruggetje. Die kant op heel goed. En we gaan jumpen. Ja hoor. Als we gaan jumpen, dan jumpen we met de knieën helemaal gebogen. Dus als je springt, dan buig je helemaal je knieën. Zodat je een soort veertje bent dat je zelf opvangt. 1, 2, jump. Fantastisch. Lucilla, zet maar zitten op de bek. 1, 2, boom. Ja, goed zo. Ja, Lu, jump naar beneden. Goed zo, Lucilla. Wat een leuke meisje. Kom maar, mama vangt je op. Helemaal los. We gaan doorrennen naar Luxie, naar de schommel. Daar hangt Luxie in de schommel. Niet te hard, niet te hard. Ja, Luxie. Hey, Luxie. Goed zo. En we gaan door naar de draaimolen. Kijk, daar is de draaimolen. Even een flinke ronde in de draaimolen draaien. Daar gaan ze. En we gaan door naar het eindpunt. Het huisje. En ja.
bliksem gaan. Dat was hem. De speeltuinrace, jongens. High five. Goed gedaan. We zijn vergeten. Wat? We zijn vergeten. Ga er snel nog heen. De wipwap. Goed gezien, Lucilla. Even wipwappen, wipwappen, wipwappen. Ja, helemaal toppie. Oh. Oh, dat gaat goed. Ja, dat gaat goed. En klauteren, klauteren, klauteren. Ja. Ja hoor, heel goed gedaan. En dan gaat Luan eroverheen. Ja, goed zo, Luan. 1, 2. Jump en naar het huisje, naar het huisje, naar het eindpunt. Ja, 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 ja. En ja. Nou, box. Nou doen we de box. Goed gedaan. Goed gedaan. Oh, ik zag je niet. Goed gedaan. Nou, de gymnastiek zit erop. En ondertussen gaat Luxie nog even lekker in de schommel. En mogen de kinderen nog even vrij spelen voordat zometeen de school begint. Inmiddels zitten wij weer in onze thuisschool. En hoe heet onze thuisschool? De Bellies! De Bellies. Kijk, welkom bij thuisschool Bellies. En mama heeft net alweer even het programmaatje opgehangen. Kijk, we hebben hier alle plaatjes opgehangen, zodat de kinderen weten wat we allemaal gaan doen. We zijn dus begonnen met buitenspelen. We gaan nu in de kring. Dan gaan we voorlezen, fruitje eten, een dictée maken, rekenen, spelen, lunchen, werkend spelen en een spelletje doen. En dan is de schooldag voorbij. God zij de gouden boot, samen met je zonen. Maak een stuk en maak het groot, je moet er straks in wonen. Ken je dit verhaal? Voorlezen van Susie. En wat kan Susie? Tekenen. Susie kan heel mooi tekenen. En nog meer boekjes. Ja, eventjes stilstaan, fluistert Susie tegen hond. Kan je je rechterpootje iets omhoog doen? Ja. En past er nog een appel in je mond? Kijk,
Susie is hond aan het natekenen. Zien jullie dat? Nou, dat is de hond. Hond staat al uren. Maar Susie is bijna klaar. Dus het kan niet lang meer duren. En wie zit daarnaast? Opa. Luxie zegt papa. Ja, Luxie zegt papa tegen opa. Hè? En hij heeft een kwast in zijn oor. En heeft dus een kwast in zijn oor, ja. Kom maar kijken hoor, zegt Susie, want mijn tekening is af. Hond telt al zijn pootjes en vraagt zich af. Waf, waf? Maar wat is er aan de hand? Hij heeft niet drie pootjes. Hij heeft drie pootjes in plaats van twee pootjes waar hij op staat. Ik zie het al, zegt Susie snel. Kijk, nu klopt mijn tekening wel. Wat doet Susie dan? Nog een pootje erbij tekenen. Je tekent er gewoon nog een pootje bij de echte hond. Kijk, dat is de tekening. En daar tekent Susie bij het pootje er gewoon nog een pootje bij. En dan klopt het wel. Maar wat gebeurt er dan? Hij gaat struikelen. Maar met zo'n extra been struikelt hond meteen. Dus tekent Susie vlug twee vleugeltjes in de lucht. Kijk, dat is wel heel slim van Susie. Want dan valt hond en dan kan mijn hondje meteen vliegen. Ze maken ook nog vriendjes. Je kent het verhaaltje al. Het is Lucilla's lievelingsboekje dit. En omdat hond daar anders in zijn eentje fladdert, heeft Susie voor hem wat vriendjes gekladderd. Wat zijn die vriendjes? Vogels. Vogeltjes, hè? Ja. Nu ga ik opa tekenen. Met groene oren en een beetje rood. Voor de haren uit zijn neus pak ik een grijs potlood. Kijk. Mooi, hè? Mooi. Mooi, zegt Luxie. Luxie kan mooi zeggen. Mooi. Blijf af, dat potlood is van mij. Kst, jullie mogen niet poepen op mijn mooie schilderij. Maar zoals je ziet, Suze's tekeningen luisteren niet. Dus grijpt ze de verf en penseel en schildert ze een beest met scherpe tanden en een grommende, hongerende keel. Kijk, de vogeltjes die gaan poepen op het schilderij. Dus verft Susie een beest die ze kan pakken met scherpe tanden. Maar wat gebeurt er dan? Kun je omslaan? Oeh, kijk, dit heeft Susie nu getekend. Die gaan alle vogeltjes opeten. Maar dat moet ook. Je mocht alleen de vogeltjes vangen. Dus laat mijn hond los nu meteen. Zeg maar dag tegen je vriendje, gromt de tijger heel gemeen. Want hem eet ik als toetje op. En daarom trekt Susie, plop, een paar stiften uit de dop. Rammen, mannetje, klop. Anders vreet die tijger mijn beste vriendje op. Kijk, nou heeft ze een ander iemand getekend om de tijger te verslaan. Maar wat gebeurt er dan? Opa. Oh nee, niet doen, blijf staan. Ik heb je getekend om de tijger te verjagen, maar je mag mijn lieve opa niet slaan. Kijk, we slaan de opa. Dat is ook niet de bedoeling, hè? Nee, het wordt steeds erger. Ze gaat een dino maken. Oh, gaat ze een dino maken. Zo klinkt er vanuit de lucht. Geef dat knotje maar aan mij. Net op tijd, zegt Susie met een zucht. Nu ga ik verder met mijn schilderij. Kijk, tekent ze weer iemand die knots uit de handen neemt. Dinosaurus. Maar wat gebeurt er dan? Wat ruik ik daar, snuft de dinosaurus. Dat lijkt wel op meisjeshaar. Ik ben niet om op te eten, piept Susie terug. En ze tast haar kwast achter haar rug. Wat gaat ze nou weer verven? Kijk, dat gaat de dino haar opeten. Maar je kan toch ook weg doen? Ik weet het, een raket. Ja, je kunt er ook weggummen. Maar bij verf kan het toch niet? Nee, ja, verf. Nee, dat gaat niet. Nee. Dat is zo tegen. Laat me eruit, smeekt de dino zielig. Maar dat kan Susie niet meer verstaan. Au. Hou je goed vast, dinosaurusje, want ik teken je naar de... maan. Ik teken je naar de maan. Dat is ook een goede oplossing. Ja, en dan zijn alle tekeningetjes weg. Toen was het verhaaltje. Uit. Eén betekent nog een keer. Wil je nog een keer? Ik ga de overtuigd daarheen. Dat was een voorleesboekje voor de kinderen. Maar Luan wil het ook nog even lezen. En we hebben wel dit boekje meegenomen van Maanroosvis. Het moeras is een... niet om de at het er... Zijn staart zwiept heen en weer. Nou, jij weer. Zijn... Hier, ik. Oh. Ik heb trek. Ik wil vlees, schreeuwt hij. Nou, jij weer. Hij beweegt.
tijd om een fruitje te eten. Kijk, we hebben hier een lekker appel. En Luxie wil daar een beetje kaneel op doen. Zo. Eet smakelijk. We zijn trouwens in de kring vergeten wat te vertellen. Wilt iemand nog iets vertellen in de kring? Ja. Lucilla, wat wil jij vertellen? Deze peers is mijn lievelingsbeer. Ja, dat had ik al in de gaten. Daar ben je de hele tijd mee aan het spelen. En waarom is dat jouw lievelingsbeer? Want ik vind me zo zacht. Ja, een zachte teddybeer. Lusten jullie ook een beetje limonade? Ja. Toevallig? Ja, wel. Zo, we verlaten even ons thuisschoolhuisje. En ik heb hier inderdaad wat schoolspulletjes meegenomen. Want we zijn toe aan het volgende onderwerp. En dat is het Dick Day. Ja, ik heb jou op. En ik dacht, het is nu nog zo lekker buiten. Lekker rustig buiten. Het zonnetje schijnt. Kijk eens, je pop. Alsjeblieft. Jongens. Hey, even serieus. Ik wil niet iedere keer de strenge juffrouw uithangen. Ja? Ook dit hebben wij heel erg. Mega uitdagen. En respect voor alle juffrouws en meesters. Want ik word er af en toe helemaal kureluur van. Wat luisteren is nog maar even... Dat doen ze niet altijd. Laat ik het daarop houden. Jongens, even stil. Shush. We zitten wel op school, hè? Hey, luister eens even. Ja, de thuisschool. Maar dat betekent niet dat we alleen maar gaan spelen. Kijk eens wat mama hier heeft. We zijn toe aan ons dictee. En kom maar even hier. Kom maar even hier. Jongens, ik tel tot drie en dan stoppen we hiermee. Anders gaan we het binnen dictee doen. Oké. 1. Hier staan. 2. 3. Oké, luister. Ja? Ik heb voor jou deze kaartjes meegenomen. Mag je daar lekker in het zonnetje die gaan schrijven? Jongens. Luan, jouw dictee-schriftje heb ik meegenomen. En wat jij mag gaan doen, is hier gaan zitten en om je heen kijken. En dan kijk je welk woord jij graag zou willen opschrijven in jouw dictee-boekje. Zoals dennenappel, pip, glijbaan, tent, ja. Boom, juist. Lucht, juist. Blauw. Oké. Okay. Ja, goed idee? Nou, dank je. Luxie die kijkt even mee hoe Luan het opschrijft. En Lucilla die is haar de letters van haar naam aan het oefenen. Welke ouw van blauw? Blauw, met de A-U. A-U. Kom maar, gaan we weer lekker naar de klas. Ach, kijk dan. Schatjes. Luxie die gaat een beetje krassen in haar schriftje. Lucilla die gaat haar eigen naam leren te schrijven. Gaat ze goed oefenen. Wij gaan eens even samen de dictee van Luan nakijken. Heeft zelf woordjes bedacht. En ik ga het nou eventjes samen met je doorkijken. Lucht heb je goed geschreven. Alleen het is niet de G, maar de CH. Blauw, van een blauwe lucht. Je had hem goed. Toen heb je hem zelf weer veranderd. Maar je had hem goed geschreven. Echt? De allereerste keer was het goed. Ik dacht dat ik hem niet goed had geschreven. Hartstikke goed. Dus dit was goed. Zonder dat krasje. Wow. Dennenappel. Het is dennen. Er moet een N'tje tussen. Dennenap. Met twee P'tjes. Maar dat was nog wel lastig. Je hebt gras, wou jij schrijven. Gras wou jij schrijven. Maar je hebt gas geschreven. Gas? Er moet nog een rrr tussen. Tent heb je goed. Tak heb je goed. Blad. En blad moet met een de. Van deur. Boom goed. Pip goed. En dan heb je nog meer. Ja, hij kon er geen genoeg van krijgen. Glijbaan met twee A'tjes. Een zand is goed. Bloem is goed. En ik zie een boom in het bos. Ja, die heb je ook goed. Smalen. Toppie gedaan. Een dikke krul van de juf. Wow. Wij gaan door met het volgende onderwerp. En dat gaan we doen met snoepjes. Namelijk, we gaan rekenen. Oké, wat? Kijk, nou heb ik hier op het schoolbord een som opgeschreven. 5 plus 6. En dan mag Lucilla met de snoepjes dat gaan uitrekenen. Dan ga ik 5 pakken en dan moet ik 6 moet ik bij elkaar doen en dan moet ik tellen. Nou, laat maar zien. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 5. 6. Oké, dan halen we deze weg. En dan gaan we de 6 snoepjes bij de 5 snoepjes doen. En hoeveel is dat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, heel goed. En het is? Schrijf maar 11. Luan had de som al opgeschreven. Ja. 5 plus 6 is 11, heel goed. Volgende som is voor Luan. 8 plus 9 plus 7. 8. En dan doe ik er nog 9 bij. Mag ik het ook zo opschrijven? Ja. Dus dan doe ik 1, 2. Het antwoord is 24. Goed zo, jongen. We gaan een volgende spelletje doen. En daarvoor gaan we zo meteen naar buiten. We gaan namelijk
tikkertje spelen. Maar niet zomaar tikkertje. Nee. We gaan een... Blinddoek omdoen. Ja. Mama gaat zo meteen met vier pionnetjes een vierkantje neerzetten. Maar een groot of een kleine? Gewoon een goed vierkantje. Dan mag Lucilla als eerste de blinddoek om. En dan moet Lucilla ons proberen te tikken. Maar we moeten in het vierkantje blijven. Als Lucilla toevallig toch uit het vierkantje gaat, dan moeten we zeggen stop. En dan weten ze, ik ga eruit, ik moet weer even terug. Als Lucilla iemand heeft gepakt, dan zijn wij de blinde mannetje. Oké. Of een blinde vrouwtje. Ja, blinde mannetje. Wij gaan naar buiten. We gaan Lucilla even ronddraaien, zodat ze niet weet waar ze staat. En dan nog een Oké. Je bent klaar. Ja. Oké, super. En dan tellen we tot drie en dan mag ze Luan gaan pakken. 1, 2, 3. Pak hem maar. Stop. Goed zo, Sil. Pak hem, Sil. Je kan het. Heel goed, Sil. Ja. Ja, bijna. Je had hem bijna, Sil. Je had hem bijna. Tik hem. Ik heb bijna, papa. Ja. Je had hem. Andere kant op. Ja? Klaar voor de start. Af. Pak Lucilla. Je bent eruit, je bent op het vierkantje. Pak Lucilla. Goed zo, bijna. Goed zo, Lucilla, rennen. Ja, zo. Is het zonnetje op dit moment. Dus kijk, daar is het zonnetje. We zitten hier eventjes lekker een broodje te eten. Nou kinderen, dat is wel even een lekker picknickje, hè? Ja, eet smakelijk met de boterhammetjes. Zijn we klaar voor het volgende werkje? Ja! Nou, we gaan iets heel leuks maken. Iets wat mama vroeger ook heel vaak heeft gemaakt in de klas, namelijk... Vliegtuigjes maken. Mama gaat hem eerst even snel voordoen. Heel simpel. Je vouwt hem dubbel. Ja, dan zo. Puntje. Weer dubbel. Vleugeltje. En dan mag je hem gaan. En dan mag je hem gaan tekenen met de stiften. En dan hebben we hem. Vliegtuig maken. Hartjes. Hartjes. Oh ja, kijk. Raampjes en deurtjes. Alle meisjes die zitten erin. Mooi hoor. Ik wil er nog twee maken. Oké. Dit zijn mijn gelukste vliegtuigen. Terwijl de kinderen hier lekker aan het knutselen zijn. Is Luxie in het spelen met haar poppenwagen. Of tenminste haar kinderwagen. En dan legt ze iedere keer haar pop in. Ah, schatje. Haar popje aaien. Nee. Haar popje lekker slaapje doen. Dekentje dicht. Ach, schatje. Ja, kom met de pop een kusje. Kusje.
Slaap lekker, Pop. Nou, heerlijk nog even lekker genieten. Hier buiten in het zonnetje. Zo, nu ga ik. Ja! Oh, en die Sella ook. Ja, die was mooi. Dit moet een beetje zo omhoog. Ja. Dat er echt veel is. Ja, goed zo. Staan en af. Wow, Lucella! Nog een keer. Goed zo, Luxie. Ik zie dit ook mee. Yo! En als laatste een spelletje doen. De schooldag is bijna afgelopen. Mama heeft nog het laatste spelletje voor jullie. En dat is... Henkelen! Henkelen? Op het hinkelpad. Hinkelpad. Kijk, we hebben daar het hinkelpad neergelegd. En we gaan een potje hinkelen. Ja. 1, 2, 1, 1. Goed zo. Pak je stokje maar en weer achter in de rij. Goed zo. Goed zo, Sil. Ja, laat maar liggen. Goed zo. Nou, Luan. Op de 8. Oh, opnieuw. 4. Goed zo. Ja. En deze schooldag is weer voorbij. En wat doen de kinderen altijd op school? Als de schooldag bijna voorbij is, dan zingen ze een liedje. Hier wij gaan nu weer naar huis toe. Deze schooldag is voorbij. Samen willen wij u bedanken, want u zorgt zelf steeds voor mij. Amen. Amen. Terwijl de kinderen weer eventjes lekker verder gaan spelen hier buiten in het zonnetje, ga ik deze video zo meteen weer editen. Want Daniel die gaat weer naar het wifi-punt toe, waar hij hem zo meteen weer kan uploaden. En dan ja, kunnen jullie deze vlog weer online zien, want we hebben hier gewoon een hele slechte internetverbinding. Dus we gaan hem afsluiten. Vond je het nou weer een leuke vlog? Doe even de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. Klik op het belletje. En ja, morgen zie je ons nog, denk ik, nog wel in het bos. Voor hoe lang? Dat ligt een beetje aan de lockdown. Als er een lockdown ingaat, dan gaan we toch echt naar huis toe. Maar voor nu geniet ik nog even hier in het bos. We zien jullie morgen weer. Tot morgen. Voeg je hart, bom, bom, mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, bom, bom, mee. Geniet je echt het meest. Samen uit je dak te gaan. Doe je mee, bom, 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 mee. Dans mee en mee.